Het houtluizen- en termietenprobleem van huis Asiana moet na het weekend tot het verleden gaan behoren. Echter zal de schade die het ongedierte aan de gebouwen van het bejaardentehuis heeft veroorzaakt nog zichtbaar blijven. Bepaalde ruimtes in huizen Asiana zijn zodanig aangetast door de houtluizen en termieten dat ze onbewoonbaar zijn geworden. Directeur Brenda van Daal zegt dat er met hulp van de stichting 1 voor 12 al anderhalve week wordt gewerkt aan het bestrijden van de houtluizen en termieten. Deze stichting heeft een bedrijf ingehuurd die belast is met de bestrijding van het ongedierte. Van Daal zegt dat ze al bij haar aantreden werd geconfronteerd met het ongedierteprobleem. Toen ik hier kwam, het zag er niet goed uit. Bij mijn eerste ronde heb ik echt getraind van wat ik heb gezien. Je had plafonds van kamers die naar beneden vielen. Deuren die helemaal waren gevreten. En we hebben ruimtes die we hebben moeten sluiten omdat we de mensen niet daarin kunnen zetten om te wonen. Dus hebben we kamers moeten sluiten. Maar met deze ongedierte bestrijding, dan hopen we weer een heleboel kamers open te stellen zodat we meer mensen kunnen opvangen. De Asiana-directeur wijst erop dat bepaalde kamers renovatie behoeven na de ongediertebestrijding, omdat de wanden kapot moesten worden gemaakt om bij de termieten te komen. Deze renovatie kan helaas niet uit eigen middelen worden bekostigd. We gaan nog naar sponsoren zoeken, maar ik kan wel aangeven dat er al iemand is geweest die eigenlijk alles op zich wil nemen. We zijn nog in conversatie met de persoon. We moeten nog zaken zwart op wit stellen, maar het ziet er goed uit. Ja. En om hoeveel ruimtes, kamers gaat het? Zo, het gaat om het hele gebouw, het hele complex. Zelf bij mij daarboven is er gespoten. Dus het gaat om heel Asiana. Ook zegt Van Daal dat de bomen op het terrein van Asiana dringend gesnoeid moeten worden. Omdat de bewoners van het tehuis last krijgen van ongewenste gedierte in hun kamers. Daarnaast zorgden de termieten ervoor dat bepaalde bewoners huiduitslag kregen. De bomen werden gevreten. Ik had ook bewoners die last kregen van hun huidaandoeningen. En het kwam ook door die termieten. En bomen die echt hangen op de gebouwen. Dat is ook een van de dingen die ik bijna vergat. Bomen die hangen op onze gebouwen, waardoor die houtluizen de kans krijgen te gaan in de kamers. Ik heb zelf een bewoner die me zegt dat hij elke middag bezoek krijgt van een leguaan. Ja, want die boom is zo dicht op zijn kamer en hij ziet dan elke avond die leguaan naar hem staren. Dus daarvoor moet ik ook gaan vragen als er iemand is die kan helpen met het snoeien van onze bomen. Want daarin zit er ook heel veel geld die we niet hebben weer als Asiana, maar die wel gedaan moet worden.